Eigenlijk is het de maan die de Waddenzee heeft gevormd. Want door de aantrekkingskracht van de maan en van de zon beweegt al het water op aarde heen en weer. 2 keer per etmaal is het eb en vloed. Bij eb stroomt de Waddenzee leeg tot het laag water is. En bij vloed stroomt het weer vol tot het hoog water is. Dit heet het getij. Het getij is van grote invloed op hoe het Waddengebied eruit ziet en hoe planten en dieren leven. Door het getij verandert de temperatuur van het zeewater steeds. Maar bijvoorbeeld ook hoe zout het water is. Met iedere vloed komt ook voedsel met het water uit de Noordzee, de Waddenzee, in. En elke keer wordt er veel zand en klei aangevoerd en ook weer meegenomen. Zo worden zand- en slikplaten opgebouwd, of juist afgebroken. Veranderen geulen van richting en ontstaan en verdwijnen er kwelders aan de randen van de zee. Maar ook planten en dieren leven met eb en vloed. Ze eten, rusten en jagen op de voor hun geschikte plekken en momenten. Overdag of 's nachts. Het getijde stuurt de activiteit van alle planten en dieren. En bepaalt zo het bioritme van de Wadden.